6 september jouw dag gaat worden. Hoe voelt
om vandaag deze gouden plak binnen te schieten. Dat kan heel veel leuk doen, door uitgaans en familie en vrienden weg. En autorijden heb ik mijn auto aan de kant gezet. Waarom heb jij je auto opeens aan de kant gezet? Ja, omdat ik daar toch wel een schuim van kreeg. En ja, dat kon ik bij het zwembad niet gebruiken. Hey, en hoe kwam je dan naar het zwembad? Ja, dankzij mijn lieve familie, vrienden en coaches. Mevrouw Lisette Peus. Dat ben ik. Met uw mooie overwinning op het onderdeel zwemmen, 50 meter rugslag, van de Paralympische Spelen in Londen, heeft u een geweldige prestatie gekregen. Van harte feliciteer ik u met het behalen van deze Paralympische titel. Een vriendelijke groet, Beatrix! Tennis. Hier de oranje bakkoord. Daar liggen ze. Ja, dat vind ik wel goed. Ladies and gentlemen, we repeat your mind to the team. In person, so we can finish each other's team. That's fine. We hebben goud, roepen we maar. Terwijl wij er helemaal niets voor hebben gedaan. Maar jij wel. Jarenlange training als topsportster werpt zijn vruchten af. In Beijing was je vierde. Daarna de EK 2011 drie keer goud en wereldrecord. En nu de 50 meter rugslag, zei je, dat is mijn afstand. Je mocht naar Londen en je deed wat je moest doen. En dat is ook gelukt. En hoe? Nu wil je over 2 jaar naar Canada voor het WK en je hoopt over 4 jaar nog naar Rio. Geweldig! Dat had je niet verwacht, denk ik. Maar het was natuurlijk het allergeweldigste voor jou en voor je ouders en voor Capelle. Was natuurlijk dat je die gouden plak hebt. En wat is zo'n plak enorm groot. Nou, proost mensen! Ik heb nu mijn gouden medaille gehaald in Londen
En ik geniet er nog steeds zo heel erg van dat ik in goed overleg met mezelf heb besloten om nog 4 jaar lang door te gaan en mijn gouden medaille te gaan prolongeren in Rio de Janeiro. Want wat is er nou mooier dan dat ik straks in Rio, in het thuisland van nummer 2, ga winnen van haar. En dus kijken of ik dat kan en daar gaan we voor.